Yo, what is up mensen, dit is Jaren en welkom bij Nuketown Zombies, de moeilijkste zombie map tot nu toe. Behalve Bus Depot dan. Want, ik ben er dus achter gekomen, ik wist niet dat de perks random spawnen. Dat was dus het geval. We gaan nu even een mooie map overzicht. Oh, zombie. Kom op hier dan. Maar er komt daar een meteor aan vliegen. Kijk, daar komt hij aan. Bam! Dat is de eerste perk. Namelijk de self-revive. Nou moet ik hopen. Hopen. Dat de tweede perk jerk zal zijn. Wat is namelijk het geval? Net het potje kwam ik tot round 14. Dat kwam. Je zou denken, wow, round 14, dat is best wel goed. Nou, dat was met alleen maar de perks Sleight of Hand en Quick Revive. De perks Jerk en Double Tap, die waren er helemaal niet. En Stamming Up, weet ik niet of ze die hier hebben. Kijk, Population is 9. Oh ja, dat klopt voor een ene meter. Maar deze map is dus echt super moeilijk. Ook al, en hij is gewoon ook klein. Dan maakt het nog moeilijker. En dat maakt het ook leuk. Want de packerpunch is hier wel simpel. Je kan hier heel makkelijk dingen packerpunchen. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar de map is gewoon super moeilijk. Als je geen jerk hierop hebt, dan ben je zo hard genaaid. Maar daarentegen is de map wel super gaaf. Hij ziet er super gaaf uit. Vooral deze tweede oerknal hier. Zo hé. En je moet hier zo hard oppassen, want er zijn hier zoveel mensen die dubbel slappen, die je backstabben. Je wordt er helemaal gek van. Maar dat is ook weer... wat was dat nou weer, gastje? Hier, bam, dood. Dat dacht ik ook. We beginnen bij deze kant. Waarschijnlijk zit de mystery box aan de andere kant. Wat een beetje stom is eigenlijk. Voor mij. Ja, de mystery box zit aan de andere kant. Dus kopen we daar ook even een ander wapentje. Ik ben in ieder geval van plan om even de B23R te kopen. Ik weet niet waarom. Ik vind dat... Ik heb... Dit wapen is de eerste keer dat ik hem gebruik hier op dit, deze map. Maar dit is een hele handige begin wapen. Dus je moet hier gewoon echt hartstikke lucky zijn met wat je krijgt bij deze map. De perks die spawnen gewoon random. De perks die spawnen gewoon in random rounds. Je kan jerk pas bijvoorbeeld in round 20 krijgen. Je kan jerk in round 5 krijgen. Je kan... Ja, het kan misschien in round 5, 6 en 7 heb je misschien 3 perks, ik zeg maar wat. Maar je moet gewoon hopen dat het een goede perk machine is. En dus hopen ook dat het niet de verkeerde is. Dus dat het niet double tap is als eerste. Ja, zo ergens. Oeh, ik had jou bijna gepakt, hé. Maar zo ergens double tap, by the way, helemaal niet eens. Maar je moet er wel gewoon even in het achterhoofd houden. Deze map is gewoon super moeilijk. De stroom staat meteen aan. Je hoeft hier niets iets aan te zetten voor stroom of zo. Maar het is wel gewoon hartstikke lastig dat die perks gaan droppen. Oké, nou is genoeg over die perks. Nou gewoon echt lekker beginnen met de zombie map. Nuketown. Want het is me een leuke map. Het ziet er leuk uit. Maar ik dacht op een gegeven moment als eerste dat dit gewoon de... Ja, hoe wil ik het zeggen? De Nuketown 2025, maar dan de zombie versie. Ik dacht dat het Nuketown 2025 was. Maar bleek dus gewoon Nuketown te zijn. De normale Nuketown. En ja, dat vind ik dus kei leuk. Echt super leuk, sorry. En ja, dat brengt dus gewoon brings back old memories. Want Nuketown heb ik erg veel gespeeld. Dit ding, oh, hier ben ik zo vaak hier lekker in gaan campen. Kon je lekker net over dat ding heen. Kon je lekker met een sneeuw schieten. Maar mijn vraag is dus... Als je deze packerbunch, de B23R, wordt die dan full auto? Ja of nee? In ieder geval packerbunch ik deze eerst. De Mustang en Sally. Echt een prachtig wapen is het. Zo'n handig ding. Dat is echt gewoon een van de beste dingen die je kan hebben hier. Is gewoon beginwapen. Ik vind dat wel slim dat ze dat zo hebben gedaan. Omdat het gewoon moeilijker is om het beginwapen te houden. Omdat je dan eigenlijk één wapen alleen maar gebruikt. En dat is dus deze bijvoorbeeld. Want ja, het beginwapen, als je nou in, bijvoorbeeld in round 4 zit, moet je 4 max op die gasten leeg schieten en dan zijn ze dood. Dus, ja, ik denk dat er weer eentje aan zit te komen. Nee, trouwens, dat is het niet, want elke keer hoor ik dan wel zo'n sirene, maar ja, dan gebeurt er niks. Ofwel dus, de double tap.
Oh, dat is vroeg al in round 4. Nice. Dan koop ik die daar gewoon meteen, hè. Double tap. Zal wel handig zijn voor dit wapen, denk ik. Zo handig zal het denk ik ook wel niet zijn. Ik denk dat deze map gewoon medelijden met mij heeft. Omdat ik gewoon net... Zo, kijk. Omdat ik net gewoon heel na in het af was gegaan, heeft deze map gewoon medelijden met mij. Dat kan ik best wel begrijpen. Nee. Oeh, insta kill. Nuke. Monkeys. Yes. Oh, yes, 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 yes. Dat denk ik ook, vriend. Dus dan gaan we even ammo kopen voor de ding. En dan kunnen we weer lekker verder gaan. Oh, deze gast heeft weer iets te zeggen. Maar wat ook erg leuk is aan deze map. De oude geluidjes zijn weer terug. Van instant kill, nu double points enzovoort. En wat ook heel grappig is aan deze map. Er zit hier een perk deur. Dit is gewoon een bonus deur. Sorry, perk deur. Nee, bonus deur. Je kan hier gewoon random... Volgens mij elke round komt er wel een bonus uit. Super handig. Als je het maar goed kunt gebruiken. Ik vind dat echt kei... Ja, hartstikke handig. En ik vind het niet zo handig dat ik hierin word gesloten. Oké, we gaan even naar de andere kant van de map. En opletten, hier ligt een koelkast. En in die koelkast zit niks. Maar in die koelkast... Nee, nee, nee. Niet in die koelkast. Die koelkast, daar zit geen gleufje achter. Ik dacht dat dus. Daar was ik dus af doorgegaan. Ik denk, oh ja, leuk, een koelkast. Daar kan ik nog achter doorlopen. Nee dus. Dat was dus niet het geval. Er zit gewoon helemaal niks. Dus ik was daar zo hard genaaid. Ik kon er helemaal niks mee doen. En dat was dus mijn probleempje. Een kleine probleempje. En dit is geen klein probleem, want ik kan nu lekker weer pointjes maken. Oké, ik reload weer, want ik ben weer mijn ammo kwijt. Dadelijk. Ik ga weer mystery. Dat ga ik gewoon doen. Potje voor had ik M27. Packpunched. Blijkbaar hebben ze deze erin gestopt. Bij zombies, dat wist ik helemaal niet. Ik heb by the way eigenlijk een lijstje hier naast me liggen met allemaal dingen waar ik wil zeggen vandaag. We hebben al de oerknal gehad. RPG. En geen punten. We hebben dus al de tweede oerknal gehad. Double points. Nice, double points. Zo, mijn geld meteen weer terug. Ja, dan houden we het maar op. Dan hebben we maar iets minder koortjes. En heeft die gast geen hoofd meer. Zal ik het erop wagen? Ja, ik waag erop. Ik ga nog een keer misdreven. Ik waag er gewoon op. Je moet een beetje risico nemen hier. En vooral bij zombies. Het eerste wapen wat eruit komt, pak ik gewoon. En dat is dit ding. Oh, die is handig. Lekker een handgeweertje weer. Super handig. Kan je lekker snel mee rondlopen. Nogmaals, dit is echt een handig wapen. Dus ik ga nou gewoon across de map lopen in plaats van in die achtertuintjes blijven. Want dat was dus... Ja, het is wel een slim idee voor hoge rounds. Maar het begin is het gewoon helemaal geen slim idee. Je wordt er zo snel gebackstabbed. Vooral als je geen jerk hebt is het helemaal niet zo handig. Dus ik loop hier eerst een beetje rond. Totdat ik wat zombies achter me aan heb. Die zombies komen waarschijnlijk nou uit het huisje lopen. Dus dan moet ik daar dus niet in gaan dadelijk. Ik moet wat puntjes gaan sparen. En... Ja, dat moet ik gewoon doen. Klaar. We lopen hier. Yeah, shit. Oh, daar heb je het al. Kijk. Oeh, gelukkig. Gelukkig, gelukkig. Hield deze zombie niet, mij niet tegen. Kijk, daar komen ze nog sloom aanlopen. Zo, gelukkig is dit ding nog niet zo heel slecht. En we hebben nog monkeys trouwens. Dan moet ik echt in mijn achterhoofd houden dat we nog monkeys hebben. Voor het geval er iets misgaat. En hier kan veel misgaan. Dus dan heb je... Kaboom. De kaboom. Precies op tijd, jongen. Goed zo. Kunnen we even de dubbeltap gaan halen? Nee. Mystery. En een paar keer ook. We gaan niet één keer mystery. Nee, een paar keer. Twee keer. Of drie keer. Nee, twee keer denk ik. Drie keer kan niet. Dus schiet op, schiet op, schiet op. Oké, shotgun. Gaat wel. Snel. Nee, nou heb ik deze shotgun wel. 5-7 hoef ik niet. Dat is niet zo'n heel handig ding. Ik vind deze toch iets handiger.
Als hij het goed doet. Jee, liedje. Ik mis die gewoon nog een keer. Kijk, ik hoop echt dat ik een lekker wapen krijg. Een beertje. Oeh, shit. Monkey. Dat is mijn eerste monkey voor vandaag. Zo. Ben ik in ieder geval van die zombies af. Fire sale. Super handig. Kijk, daar komt hij met dikke animation. Kom dan. Super handig man, fire sale. We hebben daar M27. Zoals vanouds. Wat hebben we hier? Nee, die hoeft niet. Oh, RBD. Die pak ik wel. Het is echt een punt te maken, jongen. Wacht. Dat was de normale mystery, toch? Ja, dat was de normale mystery. Oh, daar had ik dus ook niks aan. Nou ja. In ieder geval ga ik nou wat sparen voor... en dubbeltap. En... Ja, dat was het eigenlijk, dubbeltap. Want ik heb wel wat ammo nodig. Ga ik pack een puntje? Natuurlijk ga ik pack een puntje. Maar de dubbeltap heb ik zeker nodig als ik hier wat kills wil maken. Als ik ook punten wil maken. Dat kan zeker met een RBD. Echt een super handig ding is dat. En ik pak hem hier alvast voor het geval hier dat ik in één keer een zombie zo aankom lopen.